We hebben inmiddels op de Pi2 type B hebben we LibreOffice geïnstalleerd. En dat hebben we gedaan door in het menu naar de Pi Store te gaan. En we zullen het venster ook maar meteen maximaliseren. En daarboven. Oh, nou, dit kan wel weg. Zo. En daar zit in de applicatie rubriek zit, als we een beetje naar beneden gaan, zit LibreOffice. En daar staat bij dat het een gratis download is. Dus als we die aanklikken, dan vragen ze hier, want het is een, toch ook een winkeltje, hè, Pi Store. Waarin ook dingen te koop zijn. Soms hebben mensen iets heel moois gemaakt dat voor een klein bedrag of een enkele keer een groter bedrag te gebruiken is en te downloaden. Maar hier was het gratis. Dus dan vragen ze een e-mailadres en een wachtwoord aan je. En dan kun je in de winkel daar LibreOffice downloaden. En dat liep allemaal voortreffelijk. Maar toen we hem in het Nederlands wilden krijgen, toen bleek er nog wat extra werk nodig te zijn. En inmiddels weet ik hoe dat extra werk toch redelijk makkelijk opgelost kan worden. En dat gaat via wat terminal opdrachten met apt-get en apt-search of cache. Nee, wat is het nou? Apt-cache search en apt-get install. En dat zal ik laten zien. Ik ben eerst maar eens begonnen met wat standaardhandelingen te verrichten. Sudo apt-get update. Om te kijken of er nog nieuwe dingetjes te vinden zijn. En als je dat hebt gedaan, dan doe je naar de update, doe je een upgrade. Hier, sudo apt-get upgrade. En die gaat dan al die nieuwe dingetjes, gaat die prachtig mooi installeren. Heel vaak betreft dat nieuwe versies, verbeteringen in programma's, beveiligingsupdates, van alles en nog wat. Het wordt er echt niet slechter van, volgens meestal niet. Hier gebeurt nogal het een en ander. En dan aan het eind zijn we dan wel klaar. Nou had ik met wat zoeken bij LibreOffice had ik ontdekt dat er een programmaatje was dat heet Hunspel. Dus ik heb maar eens even gezocht hierboven. Sudo apt-get search Hunspel sterretje. En dan gaat hij allemaal spellinglijsten gaat hij opzoeken. Nou, in deze lijst hier komt hij ze nog niet tegen. Maar verderop beneden daar zullen we dan zien dat er iets Nederlands voorbij komt. De Dutch Dictionary voor hun spel. Dus dan zeg ik tegen hem, nou ga dat maar installeren. Sudo apt-get install myspel.nl. En dat gaat hij dan ook doen. Zo, dat komt allemaal langs gefietst. En als dat gebeurd is, dan zoek ik nog eventjes of er iets is met LibreOffice en het Nederlands. LibreOffice Dutch. Sudo apt-get search. LibreOffice Dutch. En dan zien we dat in de Productivity Suite dat daar een Dutch Language Package is. En de help die mag nog wel even achterblijven. Maar die Language Package die vind ik wel interessant. Let op, hier staat in het midden L10N. Dat is een soort acroniem voor internationaal. L10. Hier soms hier ook L18N. Maar ook die worden geïnstalleerd
Fort geïnstalleerd, moet ik in dit geval zeggen. En als ik dat heb gedaan, en ondertussen hier met Scrot D12 nog even een schermafdrukje heb gemaakt, na 12 seconden wachten. Desondanks was ik te lui om dit beeld, om het terminal uit beeld te halen, dus het was niet echt slim. Dan heb ik, tot mijn grote verrassing, heb ik dan een LibreOffice met een Nederlands menu en een Nederlandse spellingcontrole. En om dat te laten zien dat een Nederlandse spellingcontrole actief is, zal ik hier even het beroemde woord vandalen intypen. Maar dan verkeerd. Zo. En dan zegt die rode kringeltjes eronder. Hè. Hij kijkt mee tijdens het typen. Zegt hij, ja, maar dat woord, dat ken ik niet. Let op, die kringeltjes betekenen niet dat het fout is. Het enige dat het zegt is, ik ken het bestaan daarvan niet. Ik kan het toevoegen aan mijn woordenboek. Dat kan. He, bijvoorbeeld, ik zou, als ik heel veel van dit soort tekst die zoals hierboven staat, zou ik de woorden sudo en apt-get en auto-remove, die zou ik toe kunnen voegen aan mijn woordenboek, waardoor die het voortaan wel herkent en het niet langer fout rekent. Of, nou ja, fout rekent. Aanmerkt. Maar hier staat vandaren en die ga ik eens met mijn rechtermuis op aanklikken. Eens kijken wat hij daarvan kan bakken. En dan zegt hij, ja, ik heb vandaar en daar vandaan en ik heb aanvaard. Nou ja, dat wil ik allemaal niet. Dat is niet wat ik zoek. Ik zal het iets makkelijker voor de spellingcontrole maken. Ik zal zeggen vandaren. En eens kijken wat hij dan aanbiedt als alternatief. En dan zegt hij, oh kijk, wil je misschien vandalen? En dat is wat ik bedoel. Vandalen. Nou ja, tot zover.